Een zwarte dag voor de krant in onze provincie. De werknemers van de NDC Mediagroep, van journalist tot drukker, kregen vandaag te horen of ze werden ontslagen of dat ze mochten blijven. In totaal verdwijnen 250 van de 750 banen bij Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. In de studio Pien Zijlstra van CNV Dienstenbond. Ja, het was vandaag echt bijltjesdag voor de medewerkers. Wat heeft u gemerkt bij de mensen? Nou, eigenlijk wisten zij sinds februari dit jaar al dat er wat aan zat te komen. En is nu een stukje duidelijkheid. Want mensen hadden ook al een beetje zitten rekenen. Hoor ik erbij of hoor ik er niet bij? En ik kreeg nu al heel concrete vragen allemaal voorgelegd. Ja, we praten zo verder. We hebben even een overzicht gemaakt van de reorganisatie bij de krant. Een rotstemming, zo omschrijven medewerkers van het Dagblad van het Noorden de sfeer achter deze muren. Al wilde niemand daar voor onze camera wat over zeggen. 200 medewerkers in Groningen en Friesland kregen vandaag ontslag aangezegd. Nog eens 50 krijgen dat in de loop van het jaar te horen. Het is de grootste reorganisatie ooit binnen de NDC Mediagroep. 1/3 van het personeel moet weg. Daarbij gaat het om banen in alle geledingen van de NDC, zoals de advertentieverkoop, de drukkerij en op de redactievloer. De getroffen medewerkers werd het ontslag persoonlijk meegedeeld. Sommigen moeten al over een paar dagen hun biezen pakken. De reorganisatie is nodig omdat het krantenconcern verlies leidt, naar verluidt €1 miljoen per maand. De financiële situatie is zo nijpend dat er nauwelijks geld is voor een sociaal plan. Er is alleen een aanvulling op de werkloosheidsuitkering en hulp bij het zoeken naar een andere baan. Ja, dat sociaal plan, dat lijkt niet echt royaal. U heeft erover mee onderhandeld. We zaten er echt niet meer in. Nou, we hebben gekeken naar de mogelijkheden van een organisatie. En het is niet alleen onze verantwoordelijkheid voor de mensen die vertrekken dingen goed te regelen. Maar het moet ook nog wat een goed bedrijf achterblijven voor de mensen die blijven werken. En wij kunnen hier wel tevreden mee zijn. En onze inzet is heel erg op van werk naar werk geweest in plaats van de zakken met geld. Ja, geldt het sociaal plan voor iedereen? Van drukker tot journalist? Of zijn er nog verschillen in? Nee, het sociaal plan geldt voor iedereen. Dus van drukker tot journalist tot de marketing. Ja, ja, op welke manier zijn de mensen geselecteerd die ontslagen worden? Dat is per afdeling kan dat verschillend zijn. Er zijn afdelingen waarbij eigenlijk met de kaasschaafmethode een aantal banen verdwijnen. Daar wordt afspiegeling gehanteerd naar de regels van het UWV. Er zijn ook afdelingen waar nieuwe functies komen of waar bepaalde onderdelen van een afdeling worden opgeheven. En dan is het zo dat voor alle mensen de baan komt te vervallen. Ja, nou is de werkgelegenheid in het Noorden nogal dun. Hoe groot is de kans dat deze mensen nog weer aan het werk komen? Nou, waar wij op in hebben gezet met het sociaal plan is dat alle mensen die boventallig worden, dus die krijgen te horen dat hun baan verloren gaat, een arbeidsmarktanalyse krijgen. Die vullen een aantal testen in. Daar komt een bepaald plaatje uit te zien. Dat heeft te maken met hun competenties, met hun ervaring, maar ook waar ze naartoe zouden willen. En vanuit daarin kunnen we ook zeggen van, goh, dit heb je nodig aan opleiding om de baan te kunnen doen die je wil gaan doen. Ja, en daarbij wordt zoveel dan kranten hebben we natuurlijk niet in het Noorden. Nee, je moet realistisch zijn. Niet iedere journalist die ontslagen wordt, zal ook weer journalist kunnen worden. Nee. En dan ga je met iemand van de arbeidsmarkt, met de loopbaanbureau, ga je kijken naar de mogelijkheden. En kijken binnen de regio op een ander vlak een baan te vinden. Ja, de mensen die blijven, die moeten ook inleveren, hè? Ja, dat is niet iets waar de bonden over in gesprek gaan. Dat wordt met de OR afgesproken. Maar het is wel zo dat daar inderdaad ook wat moet gebeuren. En blijft het hierbij of is er nog meer onheil op komst? Wij hopen dat op deze manier NDC weer een toekomst heeft en nog vele jaren de krant kan blijven drukken. Goed. Dank u wel, mevrouw Zijlstra.